Dit lijkt een klein winkeltje, maar in werkelijkheid is het veel meer dan dat. Omroep Dommeland Nieuwsflits. Franka, als je hier voor de etalage staat, denk je, nou leuk, klein, knus winkeltje. Maar als je eenmaal binnen bent, blijkt het veel meer te zijn. Ja, dat heb je goed gezien. Het is hier achter de toonbank hebben wij nog een heel textiel atelier, best groot, waar 18 dames werken. 18? 18 dames, allemaal wel part-timers, of bijna allemaal. En wij zijn steeds elke dag met twee begeleiders daarbij. Want wat is het speciale aan dit atelier? Dit atelier is heel speciaal. Wij werken voor Stichting Cello, waar allemaal mensen met mogelijkheden werken. En Stichting Cello heeft allerlei woon- en werkplekken in en om en rondom Den Bosch. Oké, en die maken iets en dat verkoop je dan in de winkel? Of? Zeker, wij maken allerlei textielspullen, vooral gericht op kinderen tot van 0 tot 5 jaar. We hebben hiervoor aan een hoek. Die dan vooral dat laat zien. En aan elk artikel waar een zelflabel aan hangt, dat hebben wij zelf gemaakt. Wat bedoel je met zelflabel? Een zelflabel is een kartonnen labeltje waarop zelf op staat. En het zijn allerlei artikelen zoals van slabbers tot bokskleden, omslagdoeken, knuffels. Allerlei dingen, maar we kunnen dadelijk nog even kijken samen als je wil. Of wil je nog meer weten nu? Ja, ik wil zoveel weten. Ja. Die mensen komen dan hier van heinde en verre of die wonen in Boksel of hoe moet ik het zien? Veel wonen in Boksel, maar er is een mevrouw die woont ook in Rosmalen. Dat is eigenlijk het verste weg. Die komt heel veel mensen komen met de taxi, maar ook dames die zelfstandig met de fiets, te voet of met de scooter ook hierheen komen. Als het mag, kunnen we even een kijkje nemen? Ja, natuurlijk. Kom verder. Mooi. Corrie, wat is er nou zo leuk om hier te werken? Ik vind eigenlijk van alles leuk. Ik doe liever haken, breien, beduren, knopen, maar dat ken je hier allemaal niet, want dat hebben ze niet. Laat eens even iets zien daar. Heb jij dit gemaakt? Ja, maar nu wordt het veel groter. Houd maar mooi voor de camera. Zo, dat is niet goed. Beetje hoger. Zo, dat is mooi. Ja. En hoe heet dit? Dit is haken, denk ik, of niet? Ja, en daar die kussen heb ik ook gemaakt. Zo, de kussen. Geef eens even iets aan. Hallo. Ja, niet voor mijn gezicht houden. Sorry. Dankjewel, hè. Bianca, ik zie iets heel moois. Ja. Vertel. Dat is de voorbeeld van armbandjes. En dit is een ringen. Die maken wij ook. Zo. Maar dit... Van Mabel. Zijn dit voorbeelden of heb je dit gemaakt? Nee, dat zijn voorbeelden. Oké, okay. En dit heb jij gemaakt? Ja. Oh, dat is mooi. Dat zijn ringen. Zo. Hoe werkt dat dan? Rijgen eigenlijk. Eerst meten, dan knippen, ja. Dan drie knoopjes. Dan vallen die gouden kraaltjes eraf. Ja, dan heb je er niks aan. Eraf vallen, toch? dan moet je weer opnieuw doen. Ja, en zo ga je steeds rijgen. Leuk hoor. Heb je er wel eens gehad dat alles eraf valt? Ja, één keer. Wat zeg je dan? Godsamme. Ja, ik vind het hartstikke mooi gedaan. Leuk hoor. Ja. Wat ben je aan het doen? Aan borduren. Dit heb jij zelf helemaal geborduurd? Ja. Dat is wel heel mooi. Ja. En wat doe je nog meer? Kerstboompjes prikken. Oh, die hangen daar? Ja. En hoe doe je dat dan? Want die zien er wel heel mooi uit. Dat doe ik. Zie, dan heb ik deze. Ah, oké. Okay. En dan deze prikpen. Ja. En dan doe ik dan met de pen. En waar komen die sterren dan op een boek tekenen? Ja. Met pen. En dan prik ik dat zo eruit. Oké. Zo. En kun je iets zien wat je uitgeprikt hebt? Heb je alles wat daar ligt, heb je uitgeprikt? Alles wat in die mand zit? Ja. Heb je uitgeprikt? Ja. Hoe lang ben je daarmee bezig? Best wel lang. Zo. Moet ik kijken? Ja. Mag ik even pakken? Ja hoor. Hier. En dan zet je dat in elkaar en dan komt het er zo uit te zien. Ja. En dan kan je in de kerstboom hangen. Ja. Nou, dat is wel heel bijzonder. Ik vind het echt heel mooi. Ja.
Ga zo door. Goed gedaan. Ja. En wat ben jij aan het doen? Aan het ring maken. Aan het priegelen? Ja. Heel aan het priegelen. Maar dat is een heel precies werkje. Ja. Heel precies. En mag ik deze pak? Deze zijn klaar. Ja. En hoe moet je die dan omdoen? Of hoe werkt dat dan? Dan doet een mevrouw die de meubel heeft. Die maakt zij zelf dicht. En dan verkoopt ze bij een andere winkel. Goed gedaan. Dank je. 5, 9, 7, 16, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Laat je niet van je stuk brengen, hè? Nee. Simone, jij loopt stage hier. Ja, ik loop hier nou sinds september stage. En ik ben tweedejaars van maatschappelijke zorg op Koning Willem I in Den Bosch. En ja, het is heel leuk hier. En wat is er zo bijzonder hier? Nou, ik doe eigenlijk ook allemaal naaien en allemaal leuke dingen met medewerkers hier. Dus ook gewoon verven. En ja, ik weet niet, mijn andere stages vorig jaar had ik er helemaal niet. Dat ik ze ook creatief, zeg maar, gecombineerd met de zorg. Dus dat vind ik super leuk. Ik wil nooit meer weg hier. Dus ja, ik vind het heel leuk hier. Ja. Jij bent iets aan het maken op het naaimachine. Ja, ik ben een, de ene noemt het een spookje en de ander noemt het een soort van poesje-achtig knuffeltje aan het maken. Kun je het even aan de camera laten zien, wat je nu al gemaakt hebt? Nou, dat is hartstikke mooi. Kijk, zo knap. Naai je wel eens in je vingers? Een paar jaar geleden is dat gebeurd. Toen had ik gewoon een halve naald in mijn vinger zitten. Serieus? Ja. En dan zeg je dan help? Nou, ik schrok ervan. Dus ik was aan het naaien en toen... Ik had eigenlijk nog niet eens door of dat hier erin zat, zal ik maar zeggen. Dus ik maakte een geluid en toen op een gegeven moment... Ik draaide mijn eigen weg en ik had mijn vinger ergens boven in de lucht. Zo. En toen hadden ze wel door dat het niet goed was. Het stak er zo een halve naald in mijn vinger doorheen. En toen hebben ze hem wel kunnen verwijderen. Zo. Maar ik was er wel even goed van verschrokken. Pijn? Nee, dat eigenlijk niet. Gek staat. Ja. Cindy, wat voor moois ben jij weer aan het maken? Ik ben een pop die maken voor de kerstmarkt. De kerstmarkt? Ja. En die gaat dan verkopen in waterschap. En dan... ja, gaat dan heel goed en dan maak ik een broekje erbij of een lappetje erbij. Ja, dus jij maakt heel veel kindjes blij? Ja. Die liggen straks in bed met dat ding? Dat is wat bedoeling, ja. En als ze dat ding verliezen, wat dan? Ja, dan moet de moeder even zoeken, hè. Als ze het niet kunnen vinden? Oh ja, dan... Dat is heel erg. Maken we een nieuwe. Dan moet je hem namaken? Ja, dat is wat bedoeling. Mooi hoor. Nou, laat ze maar zien. Hoe gaat dit? Het gaat gewoon makkelijk. Hè, want even... ja, makkelijk zeg jij. Ja, dit moet wel draaien. Dit gaat dan zo. En dan gaat het gewoon, die gaat gewoon 3. Ja, op 3. Ja, en dan gaat het gewoon draaien. En dan gaat afwerken. Oh, dat is terug. Ja, dat is afwerken. Afwerken. Ja, en dan gaat het zo ver naaien. Zo ver, kom. Oh. Ja, zo bij de fleur dus. En dan heb je het speld uit. Oh, het speldje eruit. Ja. En dan gaan we verder. Dan zijn we tot het einde. Zo. En dan bij het einde en dan ga ik... Dan moet je het hoekje om. Nee, die is al afgehecht. Oké. We willen maar tot hier. Terug. En dan doe ik het dit omhoog en dan weer terug. Goed hoor. En dat werkt. Zo. En daarnaast heb je iets liggen dat al af is, hè? Of niet? Die is al lekker. Laat eens even zien. Ja, deze. Zo. Laat eens even aan de camera zien hoe mooi. En dan komen nog wat dingen bij. Er komt nog dit erbij. Zelf labeltje aan. Het labeltje, ja. En dan komt nog een kaartje bij van Zello. Gewoon erbij. Ik vind het bijzonder. Ja, ik heb deze dingen gemaakt. En wat zijn dat? Ze zijn van Pieter. Oh, om op het hoofd te doen. Ja. Eens kijken, pak er eens een. Ja. Kijk eens. Aha. Ja, voor je hoofd zetten, voor de kindjes. Ja, leuk. Ja. Ze kunnen ook voor die hoofd zetten. En die heb jij gemaakt? Ja. Knap. Ja, we hebben dat gemaakt. Ja, het ligt nu in de winkel? Ja, en het wordt verkocht, hard verkocht. Maar straks loop je hier op de markt en dan zie je een kindje met iets op het hoofd wat jij gemaakt hebt. Wat denk je dan? Oh, die heb ik gemaakt. Trots? Ja. Ja, wij hebben gemaakt.
En een, nog een dame, ja. Goed gedaan. Ja. Yvonne, je bent begeleidster? Ja, dat klopt. Ik ben sinds een maandje begeleidster bij Hebbes. Leuk? Heel leuk. Ja, hier lekker, we zijn hier lekker allemaal creatief bezig. En ja, dit is ons planbord. Oké. Okay. Nou, daar kunnen we jou iets over vragen. Daar weet je alles van. Ja. Vertel eens. Dus planbord van wie er op maandag deze, hoe zijn door, die allemaal werken van begeleiding. Ja. En in het weekend diensten. En wanneer we winkeldienst hebben, koffie zetten, afwas, lunchkar. Oké, okay, maar ik zie jou op dinsdag niet erbij staan. Of wel? Op dinsdag, nee, op dinsdag. Dinsdag heb ik nou koffie zetten. Ah. Samen met Yvonne. Dus ik heb vandaag koffie gedronken die jij gemaakt hebt? Nee, dat doe ik vanmiddag. Oké, okay, dan kom ik terug. Oh, lekker Lita. Koffie. We maken echt super fijne producten voor de winkel die wij verkopen. Oké, okay, en iets van de opbrengst gaat er nog ergens naartoe? Of? De opbrengst is gewoon, die wordt gewoon binnen cello gebruikt. Wij kopen ook heel veel spullen in. Natuurlijk, wij moeten ook allemaal betaald worden. En de huur en alles gaat in de pot van cello. En cello krijgt natuurlijk van de overheid ook inkomsten. En dat wordt samen gebruikt om alles te betalen voor de cliënten. Het is toch mooi dat het zo kan, hè? Super. De dames, wij zitten nu hier ruim 12 jaar... die zijn allemaal een beetje opgetild. Doordat wij zaten eerst op dagcentrum. Dagcentrum was ook heel fijn. Maar hier hebben ze meer klantenbinding. En zien ze direct waar hun product naartoe gaat. Er komen ja, jonge moeders met baby's langs. Ook wel oudere mensen natuurlijk. Die voor hun neef of nichtje of hun eigen kleinkind iets willen kopen. En dat geeft heel veel voldoening om dat te zien. Ze hebben de winkeldienst. En pakken de cadeautjes mee in. En dat is heel mooi om te zien.